Hey allemaal, welkom voor de derde keer bij een nieuwe serie Hearts of Iron 3 op verzoek. En dit heb ik nog nooit gedaan, maakt het voor mij wel bijzonder interessant. Is een campagne met de Sovjet-Unie, gigantisch land. Met name om mee te spelen. We moeten de zuidgrens in de gaten houden. We hebben hier Japan en we hebben natuurlijk, ik zou bijna vergeten, hier de grens met Duitsland, waarbij al deze landen redelijk vroeg in het spel door Duitsland zullen worden ingenomen. Kortom, heel veel om in de gaten te houden. Maar, ja, misschien lukt het wel. In de eerste campagne, toen we zelf met Duitsland speelden, ja, was Rusland in staat om dat hele Duitse leger weg te vagen en gewoon heel Europa in te nemen. Toen we met Engeland speelden, wisten we dat redelijk tegen te houden. Kwam de grens ongeveer zo te liggen. En nu is het aan ons om, ja, eigenlijk om proberen die eerste overwinning weer veilig te stellen. Dus gewoon heel Europa communistisch te maken. Dat gaan we in ieder geval proberen in de volgende doelen. Uiteraard willen we dat een aantal landen dus verplicht bij Rusland gaat horen. Deze twee zijn trouwens niet zo moeilijk. Joegoslavië op zich wel een uitdaging. Oost-Duitsland. Noorwegen, ook een leuke uitdaging. Griekenland, zeker een uitdaging. Hetzelfde geldt voor Turkije. Tokio, München en Frankfurt innemen. Dat is al wat verder in Duitsland. Spanje vind ik wat ver gezocht. Hetzelfde geldt voor Hongkong. Maar goed, we gaan dus vooral de nadruk leggen dus op Europa. Wel redelijk ver in Europa, hè? Dus ik denk dat we eigenlijk sowieso heel Duitsland moeten veroveren. Dat worden de doelen. En dan is het een kwestie van play en beginnen. En daar zijn we. Het gigantische Rusland. Zelfs als ik helemaal uitzoom, krijg ik het gewoon niet in één keer op de kaart. En ja, je zult snappen dat dit een gigantisch land is om te controleren. Het zijn ook allemaal hele kleine groepjes. Bestaande uit divisies die niet af zijn. Dus dit wordt off-camera. Het zijn ook nog eens reservisten. Dit wordt off-camera, misschien wel een project van meerdere uren om dit op gang te krijgen. Vandaar dat deze aflevering waarschijnlijk ook ver na 1 uur verschijnt. Maar goed, we gaan eraan beginnen. Zo te zien bestaat het uit de Stavka, wat dat dan ook mogen zijn. Dus even kijken hoe de map überhaupt is ingedeeld door de computer. Oké, okay, nou dat vind ik al heel apart. We hebben dus gewoon een grote bak Oost-Duitsland, lichtblauw. Dan hebben we iets in het midden. Volgens Noord. En dan zijn hier ook nog allemaal subgroepjes gemaakt. Dat is op zich geen slecht idee. Misschien moeten we een leger maken voor een beetje deze hoek. Eén in het midden. En één in het noorden. Dus drie groepen lijkt me niet verkeerd. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vind ik zwaar overdreven. Iets om... Ik zie hier trouwens ook garrison units. Nou, die zijn hartstikke waardeloos. Ook iets om rekening mee te houden is de productie. Rusland werkt namelijk vaak, je ziet het al staan, met een basic training army. Dat betekent dat ze wel wat experience hebben in het begin, maar dat is het dan ook. Terwijl zij bijvoorbeeld 25 punten experience hebben, zij maar 10. Dus ja, dit zorgt wel voor dat de soldaten sneller klaar zijn. En we hebben natuurlijk manpower genoeg. Industrie denk ik ook wel redelijk wat. Ja, dus de vraag is, gaan we voor veel soldaten die matig of slecht getraind zijn, zoals de echte Russen destijds deden, of gaan we gewoon voor een goed getraind leger zoals de rest doet, wat dan wat kleiner is. Historisch gezien moeten we misschien zelfs hier zitten. Gewoon minimale training. Hier heb je een pistool, veel succes om mee. Dat is de training waar het ongeveer op uitkomt. Ja, we moeten even kijken hoeveel geld we verdienen en in hoeverre we dat opschuiven. Goed, genoeg om over na te denken. We gaan even off camera en dan laat ik je zien welke keuzes ik gemaakt heb. Tot zo. En ik zeg tot zo, maar waarschijnlijk bedoel ik over tot over 2 uurtjes. Hey, welkom terug. Inmiddels, nou geen 2 uur verder, maar toch wel behoorlijk wat verder in de tijd. En dat heeft geresulteerd in het volgende. Er was een behoorlijk aantal reserve units. Ik heb de infanterie daarvan bewaard. De tanks heb ik allemaal gesloopt. En dat heeft geresulteerd in het volgende. Ik heb 1 volwaardig leger, dus met volledig getrainde mannen. Daarvan heb ik precies 4 korpsen vol. De 5e heb ik dus in productie gezet. Er ontbreekt eigenlijk wel overal artillerie. Maar die is onderweg. Verder heb ik
In het westen, ik heb overigens twee groepen gemaakt, 1, 2 en hier nog een kleine in het zuiden, omdat het allemaal berggebied is. En ik had toevallig 10 divisies bergsoldaten over. Uiteraard staat alles nog niet op de juiste plek, het wordt dadelijk één grote heen en weer wandel. Maar goed, het westen bestaat dus uit bijna een volledig infanterieleger dat compleet is. En twee helemaal volle reserve infanterielegers. Ik denk dat Rusland zoveel manpower krijgt dat die reservisten het eigenlijk wel gaan volhouden. Dat ze nooit zonder manpower komen te zitten. Hier in het oosten heb ik één volledig reserveleger. En een heel klein tweede legertje. Dat is het. Wat heb ik dan? Verder heb ik mijn vliegtuig met elkaar gebracht. Ik heb drie groepen met interceptors. Dus gewoon kleine vliegtuigjes die andere vliegtuigjes neer moeten schieten. In totaal 8 groepjes. En één groep met 4 tactical bomber squads erin. De vloot is zich nog aan het hergroeperen. Die komt van alle kanten bij elkaar. En dan heb ik ongeveer een kleine 30 schepen. Die overigens technologisch heel ver achterlopen. Dat geldt eigenlijk voor heel veel met Rusland. Infanterie zit mooi op schema, 36. Geldt ook redelijk voor de tanks. Maar qua schepen, kijk hier, 1918. Onderzeeërs lopen achter. De wat grotere schepen liggen ook gigantisch achter. De luchtmacht loopt bij, zou je kunnen zeggen. Maar eigenlijk hebben alle landen dit eigenlijk al onderzocht. We hebben wel een luchtmacht. We hebben hem al gebouwd. We hoeven alleen maar even up te graden, dat is fijn. Dus kijk, de industrie zit op 1932 niveau. Dit is dus echt heel slecht. Dat gaan we dan ook als eerste onderzoeken. Maar ja, we hebben niet zo heel veel onderzoekspunten ook. Dus dat maakt het allemaal nog een stuk lastiger. We gaan ons best doen. Maar het is even afwachten wat het wordt. Of het überhaupt het wordt. Ik heb dus, ik denk dat ik ongeveer ook 25 korpsen had aan... dat is overdreven. Ik denk een stuk of 15 aan tanklegers. Bestaande uit één tankunit en dan één motorized infantry unitje. Maar dat was allemaal reserve, dus dat schiet toch niet op. Dus die heb ik allemaal verwijderd. Dat heeft veel wat manpower opgeleverd. Zorgt dat ik minder supplies nodig heb. Verder heb ik de spies ingesteld. Die moeten vooral zorgen voor national unity in mijn land. Want die is wat aan de lage kant. En natuurlijk militaire spionage naar Duitsland toe. En dan krijgen we zo meteen al de eerste pop-up. En die heeft het volgende. En dat is historisch wel juist. Dat betekent dat je... eigenlijk alle legerleiding die maar een beetje ervaring heeft, dat je die allemaal doodschiet. Want zij waren een bedreiging volgens Stalin. Dat betekent dus dat je alle ervaring die je bij generaals hebt, hè, dus die bonusjes van kan met tanks omgaan of aanvallend goed, die ben je allemaal kwijt. Je begint dus met gewoon crap generaals waar je niks aan hebt. Het voordeel is dat je... even kijken, waar staan... daar is die, dat je meer unity krijgt. Nou, unity is heel belangrijk, omdat je volk dan meer één is. En dan kun je dus ook zwaardere maatregelen afkondigen. Van jongens, jullie moeten echt allemaal gaan werken nu, want we hebben je nodig. En we krijgen 500 manpower. Nou ja, die 500 manpower op 1600 vind ik niet zo belangrijk. Je krijgt ook 5 dissident. Dat betekent dat het volk ontevreden wordt. En het ergste is nog wel dat leadership modifier ingaat. En we hebben al zo weinig onderzoek. Dus ik ben hier eigenlijk niet voor. Dat betekent dat we met een lage unity gaan spelen. Dat betekent dat als we steden verliezen dat we ons als land snel over zullen geven. Maar goed, ik heb spies opdracht gegeven om dus vooral op die unity in te zetten. Misschien moeten we de counter-espionage dan ook wat lager zetten. Zo. Dus dat is de gok die we gaan nemen. We houden dus onze oude leiders als het ware vast. Zodat het technologisch en qua ervaring allemaal nog een beetje goed gaat. Dat is niet historisch juist, maar ik hoop dat dat op de lange termijn wel beter uitpakt. Goed, tot zover. Ik ga het spel laten lopen. Waarschijnlijk ruim 2 jaar. Als er ondertussen door nog wat pop-ups voorbij komen, laat ik ze uiteraard zien. Dus heel graag tot zo. Inmiddels is de pop-up in beeld gekomen. Als we dit dus doen, krijgen we meer unity. Meer manpower. En met dat we meer unity hebben, kunnen we wel het volgende doen. Onze unity, omdat we communisten zijn, bepaalt namelijk ook in hoeverre we... strengere oorlogsregels kunnen invoeren. Zo kunnen we dan bijvoorbeeld overstappen op een 3-jarig dienstplicht. Dat betekent dat we meer manpower krijgen. Dat is natuurlijk wel lekker. Zeker omdat we straks die reservisten in dienst moeten houden. En het tweede zit hem in deze. We kunnen naar de heavy industrie, omdat dan dus unity is at least 70. En dan mag je daar op klikken. Dat betekent dat we... 10% meer gaan uitgeven aan onze consumer goods.
Die hebben nu zo'n 60 nodig, dus die gaan er naar 66. Supplies worden beter doorgevoerd en onze totale productie gaat omhoog met 5%. Het feit dat die totale productie met 5% omhoog gaat, is leuk, maar weegt niet op tegen het feit dat de consumer goods, ja, dat je dus veel meer hebt. Dus wat je dan effectief krijgt, is dat we hier 130 punten krijgen. En dat is op zich heel leuk, maar dit gaat ook een beetje omhoog en dat weegt, ja... Doordat dit ook omhoog gaat, hebben we iets meer productie. Maar van die meer productie gaat vervolgens veel meer naar de voedselproductie. Dus daar schieten we er heel weinig mee op. Totdat het oorlog is, want dan is die, dan is het weer anders. Want ik zal hem nog een keer erbij pakken. En die penalty geldt alleen tijdens vrede. Consumer goods during peacetime. Dus zodra de oorlog uitbreekt, dan zullen we zeker de overstap maken. Maar voor nu heeft het geen zin. En dus ga ik ook niet overstappen op dit... Waarbij ik dus al die officieren vermoord, want het is gewoon zonde van de leadership. Goed, tot zover. Inmiddels zie je nog steeds troepen bewegen. Die zijn dus letterlijk een jaar onderweg geweest van hier naar daar. Geef maar weer aan hoe slecht de infrastructuur is in Rusland in die tijd. Ondertussen ben ik ook een aantal nieuwe fronten begonnen. Ik laat ze even zien. We hebben het oosten nog steeds. Vervolgens heb ik een groep Midden-Rusland gemaakt. Want hier ging ook ineens allemaal soldaten staan, terwijl ik gewoon weet dat hier geen oorlog uitbreekt. Hier heb ik een Krimregio gemaakt. En daar heb ik het vierde reserveleger naartoe gestuurd. Dus die kunnen net die paar havensteden hier pakken. En betekent dat hier gewoon het hoofdleger nog steeds klaar staat. Ik ga waarschijnlijk ook nog een groep Noord maken voor de oorlog tegen Finland. Misschien dat ik daar maar gewoon een compleet reserveleger extra voor bouw. Sterker nog, dat is misschien wel gewoon wat ik nu ga doen. Rifle, artillery, 25 man. Dit wordt dan, ja, ik zei reserveleger, maar dit wordt wel het echte stukje, zeg maar. Hop, dit wordt dan gewoon het noordelijke leger. Dus is bij deze in productie. Goed, duurt weer even voordat het allemaal af is. Dus tot zometeen. En welkom terug maar weer. Het is 1939 maart, om precies te zijn. Mijn verwachting is dat zometeen het aanbod komt voor het Molotov van Ribbentrop. Oh, nou, zo te zien begin ik precies op het juiste moment met opnemen. Ik zie in beeld komen Blitzkrieg bij Duitsland. En dat zou betekenen dat ze Polen hebben aangevallen. Nou nee, ze vallen Tsjechië binnen, oké. Okay. En Polen ook, ja, toch wel. Wat raar. Normaal kiest de computer eigenlijk altijd voor het Molotov van Ribbentrop pact met Rusland, met ons dus. Waarbij ze besluiten om Polen in tweeën te hakken en Rusland dan ja, belooft dan niet aan te vallen. Zodat de Duitsers gemakkelijk Frankrijk en België zo kunnen verslaan. Die optie wordt nu blijkbaar niet geboden. Kan zijn dat ik de computerspeler ben, want ik heb dus nooit eerder met Rusland gespeeld. Maar het kan ook zijn dat Duitsland gewoon een keer er niet gebruik van maakt. De AI is zo ingesteld dat hij... bepaalde historische gebeurtenissen vaak 90% van de gevallen kiest. Misschien is dit dan net toevallig een van die rondes waarin hij dat niet doet. Maar goed, dat maakt het des te interessanter. Want dat betekent dat we dus geen Molotov van Ribbentrop pact hebben. En we dus meteen met de oorlog mee kunnen gaan doen door nu meteen Rusland de oorlog te verklaren. Maar ik zeg gelijk, voordat jullie enthousiast worden, dat is het domste wat ik op dit moment kan doen. Wat is er namelijk aan de hand? Ik heb op zich best een aardig leger qua grootte, maar er zijn twee problemen. Als je op een unit klikt, dan zie je dat hij qua model bijvoorbeeld het 1936 model heeft. Hij heeft nog geen equipment, slechte bewapening, oftewel ze maken geen schijn van kans. En het ergste is, ze hebben ook geen enkele anti-tank wapens. Hè. Normaal moet hier nog een vijfde blokje aan met anti-tank units, maar die zijn ook nog niet gemaakt. Dus... alle fronten moet ik voorkomen dat ik nu al een, letterlijk alle fronten trouwens, maar ik moet dus voorkomen dat het nu al oorlog wordt. Dit lijkt me dus wel een mooi moment om de episode af te sluiten. Ja, het kan best zijn dat we dus de volgende episode gelijk met oorlog beginnen. Ik hoop het echt niet, want nou, ik zeg niet dat we dan helemaal niet winnen. Maar ja, dan wordt het in ieder geval wel een moeilijk verhaal. Maar goed, we gaan het zien. Mocht dit oorlog worden dan, ja, ik zeg al... Het is niet dat ze finale over ons heen walsen hoor. We kunnen wel, maar ik denk wel dat we vrij snel terugtrekken. En dan krijgen wij natuurlijk het luxe probleem
dat het front heel groot wordt. We hebben wel heel veel units, dus we kunnen met heel veel units wel een breed front ondersteunen. Terwijl de Duitsers dat natuurlijk niet kunnen. Dus, nou ja, goed. We gaan het zien. Ik denk trouwens ook dat we gelijk dan hier ook in oorlog raken. En volgens mij is dit maar een heel klein, ja, frutlegertje eigenlijk. Dus dat belooft ook nog wat. Centraal-Rusland ga ik me vast orders geven, hoewel ze geen units hebben. Het zuiden idem dito. Ja, misschien moeten we die dan een beetje deze kant op laten trekken. Oh wacht, zuid, dat is natuurlijk hier. Misschien wel iets om klaar te maken voor een aanval in Turkije. Ja, nee, oké. Nou, laten we hopen dat het allemaal meevalt. Ik laat hem heel even doorlopen, kijken. Misschien dat het aanbod van dat 3.0 pak toch nog komt. Er zitten hier wel een, maar dat is echt alleen maar de officer purge. Tussen groeien de allies wel. Ja, hij heeft... Ik denk dat de computer in dit geval gewoon een keer een andere keuze heeft gemaakt. Want zo te zien is Italië ook al meteen bij de oorlog betrokken. Ja, is at war. En dat is normaal ook pas in 40-41. Dus de computer heeft gewoon in dit geval... Het is een van die 10 van de 100 keer dat hij een andere keuze maakt dan de historische voor Duitsland. Nou, is toevallig. Hebben wij dan weer als we toevallig net met Rusland spelen. Maar goed, geeft weer een nieuwe kijk op het conflict. Het is vanaf nu dus ahistorisch. Dus we hoeven ook niet te vragen of we überhaupt mee gaan doen met het Ribbentrop-pact. Want het aanbod ligt er niet eens. Betekent dat we ons even nog gedijst moeten houden. Hopelijk ook kunnen houden. En laten we hopen dat we snel onderzoek krijgen. Zodat we in ieder geval anti-tank units kunnen gaan bouwen. Anders dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Goed, tot zover aflevering 1. Heel graag tot de volgende. Geef dat duimpje omhoog. En dan zie ik je graag de volgende keer terug. Tot ziens.